Swag, 85 back again met een nieuwe video, back again met een interesting one, back again met een video waarin ik ga choppen. In deze video ga ik iets apart choppen, je hebt toch iets wat je niet gewoon gelijk ziet in het dagelijkse leven. Maar als je een bepaalde levenskeuze hebt gemaakt, dan zie je dit elke dag, jeet toch? Je ziet het al in de fucking titel. The boy gonna eat some leger chops, jeet toch? Mensen in de leger en shit, choppen deze shit. Is voornamelijk gewoon chops uit Amerika en shit. En ook eentje uit Nederland, denk ik. Ten eerste, motherfuck oorlog. Als je een wereldleider bent en je denkt van, ah ja man, laten we oorlog voeren. Fuck you, suck my dick, suck iedereen zijn dick. Jeet toch, wereldvrede voor elke mens en shit, weet toch? Russia, Putin, ik volg je shit niet zo erg, maar fuck met die oorlog, bro. Ga naar Zelensky of zo, praat met die man. Rock a dikke joint together, weet toch? Zeg van, ah bro, what the fuck zijn we mee bezig, weet toch? Al die gebouwen gaan kapot en shit. Duizenden mensen gaan dood en shit, weet toch? Fuck met die shit, neef. Maar in ieder geval, in this video, it's not about talking about war. War is eating chops from the war. Jeet toch? Wat hebben we hier? Ik heb hier drie dingen van dezelfde merk. Of jeet toch land of zo, ik weet niet. En ik heb één zo eentje. Maar oké, wat hebben we hier? Jeet toch? Menu 12. Wat staat hier? Elbow macaroni in tomato sauce. Menu 6. Jeet toch? Wat staat hier? Beef taco. Menu 14, nee. Creamy peanut butter. Nee. Deze is creamy. Creamy spinach. Creamy spinach fettuccine. En hier. Deze Nederlands volgens mij. Kip panang met aardappelen. Chicken panang with potato. What's panang dan, brother? I don't know, bro. But jeet toch. 26% potato. 19,5% chicken. So yeah. Ik heb hier ook nog heet water. Jeet toch. Don't break this. Je hebt hier zo'n shit om heet water in te gieten en dan die product in te gieten. Laat gewoon beginnen bij deze Nederlandse shit. Waarschijnlijk is het Nederlands, I don't know. Damn, bruh. Bruh, ik heb niet eens gelezen. Maar dus deze moet je wel fucking warm maken. Really, dude. Kijk, gewoon, ik had nog deze gelezen. Daar stond van, ah, je kan deze verwarmen, bla bla bla, als je in heet water zet. Dus ik heb nog puur, omdat ik die heb gelezen, deze shit gemaakt. Eindstand, ik open die ding. Voor mijn gevoel zit allemaal in eigen verpakking en shit ook nog. Je weet toch, dat is gewoon in de zak zit meerdere zakken. Je weet toch, eentje is, weet ik veel, rijst of zo, eentje is kip of zo. Je weet toch, meerdere zakken, dat je dan gewoon in een bord gooit. That's what I thought, but yeah. Ik heb nu geroken en het smaakt wel gewoon, zeg maar, patatjes hiermee-achtig, jeet toch? Jeet toch? Aardappelachtig. Interesting. Die kippanang met aardappel, de Nederlandse shit, is gewoon daar aan het verwarmen, jeet toch, hier zo. Ik open nu deze. Dit is menu 14, creamy spinach fettuccine. Peelable seal, bruh. It's not peeling, dude. Kijk, bro, ik weet niet of die mensen in de leger kapot sterk zijn, but I'm struggling with the peel. And here it says peelable. How, bruh? It's not even peeling, dude. Ah, oké. Deze, ik zie al gelijk, zit in meerdere shits. Meerdere zakken en shit. You feel me? What the fuck do we got here? Damn. Kool of veel shit, neef. What the hell? Ah. Pretzel, nugget, honey mustard, onion flavor. Dit is gewoon chops ofzo, ik weet niet. The fuck is dit? Ah, matches. The fuck? Kijk deze aan. Of lucifers in deze bitch. Gaan kijken of het werkt. Want je weet toch, misschien je bent in random ergens. Je weet toch in de fucking bossen en shit. En je hebt gewoon vuur nodig, begrijp je? Dus je hebt toch, je hebt deze shit. Maar kan je ook gewoon... I got fire in this bitch met deze matches. Crazy. Maar die fucking hout, deze lucifer hout, is wel fucking slap, dude. Oké, we hebben hier waarschijnlijk kauwgom in deze bitch. Sugar, cool, koffie. Zout in deze bitch. Creamer, dit is gewoon doekje, oele. En dit is een moist doekje. Jeet toch? Cool, nice. Maar we zijn hier puur voor de motherfucking energy bar. Cool.
Why is fucking oily though? Come on, dude. Heal my finger oily, dude. Peanut butter. Yeah, I think it's because of this fucking bullshit ass peanut butter, bruh. My whole hands motherfucking oily in eens. Deze energy bar zetten we ook nog aan de zijkant. You feel me? Crackers zetten we ook aan de zijkant. Chocolate powder zetten we ook aan de zijkant. Ah, oké, okay, deze hebben we nodig. Deze gooit daarin waarschijnlijk. Place pouch with in bag with heater. Bro, lijkt moeilijk. Vooral omdat Engels is hier toch, maar fucka. Kijk, nu wordt het gevaarlijk, want we gaan gewoon kreten water in deze shit gooien. Shit, dude. It's making noises in this bitch. Tot waar moet ik vullen dan? Bro, deze shit wordt gewoon dik. I guess it's cool right there doing its thing. It's wel lap on a boiler, dude. The fuck? Oh damn, hier kan ik ook gewoon drinken, maken en shit. Let's make something then. Let's make a fucking coffee in deze bitch. The fuck is the problem? Oh shit. No man, I got coffee in my fucking board. We put the coffee up in the zakje. Put some creamer in deze bitch. We put some sugar in this bitch. And then we just pour some fucking heat water in this bitch again. Boy, the boy made some coffee, bruh. Hoe de fuck ga ik deze nu drinken dan? Jeet toch, tenminste geef je mij een rietje, neef. Jeet toch, ik ben middle of nowhere. Ik heb geen kap. Ik heb alleen deze zakje en shit. Hoe moet ik drinken dan? Jeet toch, we zijn middle of nowhere. We hebben deze shit gemaakt. We hebben opeens een glas gevonden in de fucking woods. Kijk, nu wordt het een beetje kilo. Jeet toch. Ik moet eten shit. Mijn hand verbrandt wel lijp. Mijn hand verbrandt wel lijp. But it's working, bruh. You feel me? We pouring coffee from the bag to the motherfucking glass that we found in the woods. There's something floating in my shit, bruh. I think it's the creamer, but there were some fucking white particles floating in my coffee. I actually still can see it after stirring the thing. Kijk, het ruikt wel gewoon koffieachtig hier, toch? Ja man. We hebben hier gewoon normale koffie in deze bitch. Oké, nu laten we some chops proberen. Deze is kip panan met aardappelen. Bro, kijk, misschien is deze shit kapot lekker toch? Maar de hele gedachte dat het in zo'n zak is, hoe die is eruit gegaan en shit. That's just put the whole maag I have a little bit like this. Jee toch? En het ruikt ook gewoon normaal toch? Het ruikt gewoon niet eens fucking nasty of zo. Kip panang met aardappelen. Is gewoon cool, jee toch? Is gewoon chapbaar. Is een beetje spicy ook. Maar gewoon de smaak van deze gerecht is not doing it for me. Iets in deze ding gooit me gewoon omver, jeet toch? In negatieve zin. Gewoon de smaak is weird for me. Misschien is gewoon panang of zo, curry, pasta. Misschien is die smaak gewoon niet echt zo bekend in mijn tong. Maar als je zeg maar kip panang liefhebber bent, dan is deze shit wel gewoon iets voor jou. Because the texture of the potato is gewoon alsof je kip panang hebt gekookt en shit. En de kip proeft ook gewoon fresh. Dus ik weet niet eens hoe lang deze shit. Kijk, sowieso deze ding staat al een week in mijn kamer. But it's just tasting fresh, je weet toch? Ik geef deze 7,5 van de 10. De bereiding en shit, wat het is, is gewoon daar. Is gewoon cool, je weet toch? But I don't think it's just tasty, begrijp je? Je weet toch, als ik heel dag in de field ben en ik heb
kampen op eigen honger en krijgen deze shit. Ik zou niet denken van, bro, this shit disgusting. It's okay. Jee, toch? It's okay. Let's move on. Creamy spinach fettuccine. Wow. Bro, deze kleur hierboven. Jee, toch? Die throws me the fuck off. Maar ik weet ook wel dat spina... Wow. Kijk, het ziet er wel gewoon gek uit of zo. Maar tegelijkertijd ook wel disgusting, bruh. Holy shit. Kijk, hoe dit ook lijkt op een fucking gekke maaltijd. Je eet toch luxe en shit. It also looks... Let me throw some red peppers on this bitch. Make it spicy. Feel me? Let me put some salt on this bitch. For Salt Bae. Oh, veel gedaan. Kijk, ik weet de spinazie, but it's throwing me the fuck off. Jeet toch? En het ruikt gewoon kapot lekker ook. Let me eat some creamy spinach fettuccine. Wow. Dude. This shit's fucking disgusting, bruh. Bro. Jesus. Kijk, deze shit smaakt gewoon hoe het hoort te zijn volgens mij, jeet toch? Als hoe creamy spinach fettuccine hoort te smaken, denk ik. Jeet toch, ik heb deze gerecht never gechopt. Maar het is fucking nasty, dude. Gewoon, ik ben heel dag in de field. Einstein moet dit choppen. Kijk, misschien zijn er mensen die creamy spinach fettuccine kapot lekker vinden, jeet toch? Dan is deze shit wel iets voor jou, maar de hele maaltijd is not made for my taste buds. Van de 10 geef ik dit een 3. Oké, 3 is misschien te weinig. Kijk, van de 10 geef ik dit een 6. Ten eerste puur, dit hele pakket is gaander als de Nederlandse shit. Ten tweede, de gerecht is gewoon official. Toch, dit soort pasta looks legit en official as hell. Jee toch? Laten we nog één keer proberen alsnog. Oh, bro. De smaak, dude. Oh. En jeet toch, iedereen in de leger? I salute y'all. Hopelijk ben je in de leger for the right reasons. Hopelijk is je leider geen pussy ass bitch. Die onschuldige mensen pijn doet, jeet toch? And if you enjoy this meal, I'm sorry if I offended you. Maar jeet toch, it's just fucking disgusting to my taste buds. So yeah, we're gonna move on. Ik heb nog 2 voedselpakketten. Eentje is beef taco. En de andere is macaroni met gewoon... Tomatenpuree, jeet toch? Ik heb 2 voedselpakketten, maar ik ga er nog eentje choppen in deze video. Want voor mijn gevoel is deze video fucking lang al, jeet toch? Mijn mind zegt maar, macaroni choppen is safer als beef taco choppen. Mijn voorkeur gaat pissie wel naar deze, maar we gaan zien. Jeet toch? Drop, drop, drop. Donder jij maar lekker op. Safe, safe, safe. Macaroni in tomatensaus. Back again met de peelable. Bro, it's not peeling, dude. Weer de hele pakket. Applesauce? What? What, bro? Deze macaroni pakket heeft gewoon fucking Skittles in deze shit. The hell? Cheese bread. Brood of zo. Ik weet niet eens. Pepper sauce. Cool, cool, cool. Algemene shit. Deze blew my mind. En sowieso de pretzels en shit. Nog proberen, jeet toch? Let's not disrespect the pretzels. Sterk, 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 sterk. De pretzels be pretzeling, dude. Maar laat ik deze macaroni maken, though. En terwijl ik deze video maak, is het at the moment fucking aan het onweren buiten. Hete water again. Bro, nu gebeurt geen k***moer. In de tussentijd gaan we gewoon andere shit choppen. Daaai. Deze bread be looking cute, bruh. Smaakt ook gewoon, zeg maar, als je brood chopt en je hebt het gewoon gekauwd, toch? Een soort van puree wordt in je mond. Als je dat hebt uitgespuugd, plat gemaakt en laat drogen en shit, dan komt er dit gewoon, jeet toch? Dit smaakt gewoon naar gekauwde brood die gewoon is gedroogd tot een brood. Crackers. Damn, ik open deze shit en ik hoorde gewoon op. We hebben crackers in deze bitch. Let me put some cheese spread op de crackers. Wow, is gewoon cheddar cheese, bruh. Ik had gewoon echt verwacht, is een smeerkaas, gewoon je eet toch die witte kaas. But it's gewoon fucking orange. Damn, we gaan proeven.
Ik heb te veel smeerkas op gedaan. Maar de smaak is daar, nee. Kapot lekker. Gewoon smeerkas, maar dan cheddar cheese smeerkas. Crazy. Waarom is dat niet in Albert Heijn ook? Deze smeerkaas is legende. Crackers met de smeerkaas. Applesauce with raspberry puree. Fuck raspberry. Ik denk fucking framboos of zo. Jeet toch, we hebben hier appelmoes met framboos. Dus appel en framboosmoes. I don't know if you can see the colors. Damn, it's allemaal fucking hand. Maar het is gewoon een beetje bruin en shit. Ja, man. Deze shit is gaande. Gaande. Oké, laat me gewoon brood met zo'n smeerkaas. Kijk, de brood is niet zo gaande, jeet toch? Maar de crackers zijn wel gewoon aan het cracken, jeet toch? Er is ook kleine crack ook. Deze smeerkaas is wel lijpgaande, neef. On phone hem. De smeerkaas is tot nu toe mijn favoriet van heel deze shit. Macaroni with some tomato sauce. Deze coke shit is er niet helemaal gelukt volgens mij. Want die heeft op bepaalde punten van deze shit is kapot warm. Andere punt van die shit is gewoon helemaal niet eens warm. Het water is niet eens tot die punt gekomen type shit. Bro, de kleur van deze shit though. Van deze macaroni met tomatensaus. Is just looking not correct, bruh. Aan de andere... Hey, bro! What the fuck? Ik kreeg hier fucking hete water over me heen. While I was doing this shit. Suck my dick. Bro, deze shit ziet er wel lijp droog uit, man. Deze shit ziet er lijp droog uit, neef. Gewoon als het gewoon een beetje water, een beetje runny was, je toch? Zou het gewoon meer aantrekkelijker lijken, in mijn opinion. Maar je toch, dit is elbow macaroni en tomato sauce. Kijk, de smaak is wel gewoon legit-ig. Legit-ig. Is zeg maar wel herkenbaar. Maar bepaalde kruiden of zo is gewoon weird. En sowieso de textuur van deze shit. Kijk, de textuur van de macaroni is gewoon hete gekookte vibes. Maar gewoon die saus is een beetje gewoon being weird. Je weet toch, als je een beetje meer vocht had, dan zou het meer gaandeer zijn. Maar sowieso de smaak van deze shit is een beetje off, je weet toch. Geef deze een 7,5, want het is gewoon een normale maaltijd, je toch, it doesn't disgust me, zoals die andere shits, it threw me off, maar als ik heel dag in de field was, en ik kreeg deze op mijn bord, ik zou wel denken van, oké, bless, je toch, deze was vergeten, peanut butter, peanut butter, I still got some motherfucking energy bar in the peanut butter, okay, I'm going to eat that. Maar je toch, deze geef ik een 7,5. Als ik dit kreeg na een lange dag in de field, zou ik wel tevreden mee kunnen zijn. But I'm not going to eat this anymore, because het is niet zo geweldig, je toch. Ik geef het zijn props, maar daar blijft het bij, je toch. De pretzels though, pretzels be looking out. I fuck with the pretzels, man. We hebben hier cranberry raspberry mix gemixte energy bar. First strike. Sterk. Was deze peanut butter vergeten, man. Creamy peanut butter. Pindakaas in deze bitch. Is gewoon pindakaas, hier toch. Regular schmegular pindakaas. Mijn mond kapot droog. Net pindakaas gegeten vibes. Al met al was het een gewoon interessante ervaring om legerchaps te choppen. Wat ik gaande vond was de smeerkaas, cheddar smeerkaas. Ik heb nog één voedselpakket, beef taco. Vond je dit een gaande video? Laat weten in de comments. Moet ik die beef taco opchoppen in een nieuw video? Zet in de comments, jeet toch. 8-5 flame, like, reageer en abonneer. Als je het niet doet, ben je gewoon een geldje, jeet toch. Swag. Like, reageer en abonneer. Als je het niet doet, ben je gewoon een geldje.